Vandaag in Do Twijders at Home. Hoe maak jij in 5 simpele stappen je eigen sprekende Valentijns teddybeer? Kaal van je. Welkom bij Do Twijders at Home. Ik ben Kai en ja mensen, over een paar weken is het alweer zover. Valentijnsdag. Shit, wat moet ik kopen? Ik weet het niet. De dag dat jij als romanticus punten kan scoren bij je vrouw. Of je meisje, of je vriendin, of je, nou ja, je zusje. Kijk maar wat je doet. Maar ja, ben je nou net als ik niet zo heel erg thuis in die wereld? En wil je je meisje toch op een goedkope, maar originele manier verrassen? Dan ben je hier aan het goede adres. Vandaag gaan we niet met 1, maar met 2 skillsmasters laten zien hoe je in 5 simpele stappen een sprekende Valentijn teddybeer kunt maken. Laat ik beginnen met het aankondigen van onze skillsmasters van vandaag. Dit is Mark van Doort, 18 jaartjes jong. Hij doet momenteel de opleiding mechatronica op het ROC Mondriaan. Dit is Mark's kompion Koen van den Burg. Hij is ook 18 jaar, studeert ook al mechatronica aan het ROC Mondriaan. Ja, het zijn net 2 handen op 1 buik. Beide heren zijn in 2015 regionaal kampioen robotica geworden tijdens de skills vakwedstrijden. En in 2016 strijden Koen en Mark samen om de beste roboticus te worden tijdens de Nederlands kampioenschappen skills. Succes mannen! Vandaag gaan we dus kijken hoe je thuis je sprekende teddybeer kan maken. Wat hebben we daar nou eigenlijk voor nodig? Een wenskaart, een teddybeer, een Stanley mesje om de wenskaart en teddybeer open te snijden en een naald en draad om weer dicht te naaien. Ik zou zeggen jongens, laten we gewoon lekker beginnen. Opletten mensen, de eerste stap! Spreek een leuke, romantische, gezellige boodschap in voor je geliefde. Mark, wat ben je nou aan het doen? Mensen zitten thuis te kijken. Kom op, schiet op! Hey schat, door deze romantische teddybeer wil ik laten zien hoeveel ik van je hou. Ah, oh, wat is die Mark een romanticus, hè? Ja. Stap nummer 2. Ommantel met precisie de Valentijnskaart. Mannen, nou had ik gevraagd om het met precisie te doen en wat doen jullie? Jullie lopen dat hele ding te slopen. Stap nummer 3. We gaan nu de beer open snijden. Dat doen we met Stanley mesje. We snijden de onderkant open. Daarna gaan we ook de vulling eruit halen, zodat we genoeg ruimte hebben voor het mechanisme. Hey Mark, even een vraagje. Hè? Hoezo snij je hem aan de onderkant open? Zodat we, ja, wanneer je klaar bent, dan zie je het ook niet. Aha, nou ja, lekker praktisch. Ik zou zeggen, chirurg, snij je met Jan. Snij je niet in je vingers, Mark? Nou, zoals je nu ziet, is die open. Hier gaan we heel wat van uithalen, zodat we deze er mooi in kunnen doen. Stap nummer 4. Plaats de inhoud van de kaart in de teddybeer. Hey Koen, is er nog een specifieke plek waar je deze dingen allemaal gaat plaatsen in de beer? De 2 drukknopjes die komen in de armen van de teddybeer te zitten. Dit gedeelte komt straks hier te zitten. De speaker en het microfoontje die komen allebei hier achter de mond van de teddybeer. En het lampje maakt in principe niet uit waar die zit, is maar net wat handig is. En de laatste, stap nummer 5. Nu als allerlaatste stap gaan we de onderkant van de teddybeer gaan we dichtnaaien. Probeer dezelfde kleur draad als de teddybeer te zoeken, zodat het minst opvalt als je erin gesneden hebt. Het resultaat. Ah, ik ben zo benieuwd. Hey schat, door deze romantische teddybeer wil ik laten zien hoeveel ik van je hou. Hey mannen, succes met Valentijnsdag. Bedankt Mark en Koen voor deze prachtige uitleg. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Laat even een reactie achter en abonneer. Ik ben over een maand weer terug en Martijn, die zien jullie over 2 weken met een geweldige stunt. Kijken dus. Doeg!